Remy, hoe is het? Ja, goed. Ja, het was echt te gek. Ik mocht een beetje de dag openen vandaag op de Bossa Nova. En ja, het was zo fijn. Ik dacht, zullen mensen wel wakker zijn na zo'n hele nacht? En, maar het is gewoon helemaal packed. En het was top. Ja. Het nachtprogramma volgens het blokkenschema gaat sowieso tot 3-4 uur door. Jij begon om 10:30. Ja. Dat was ook gelijk het eerste wat ik me afvroeg. Hoe ziet dat eruit? Jij komt het podium op, dan zie je pas denk ik wat er in voor jou klaar staat aan publiek. Ja. Wat waren je verwachtingen om daarmee te beginnen? Nou, ik vond het dus wel spannend. Ik heb wel meer popfestivals gespeeld, maar ja, nog niet zo vroeg. En, dus ik dacht wel een beetje, oh, dat wordt wel spannend. En het is natuurlijk ook weer een tijdje geleden sinds de laatste festivals. Dus kennen mensen me nog, weet je wel, weten ze wat te doen. Maar ja, ze waren gewoon, het was zo'n veld en ze zaten lekker en op die tribunes ook. En ja, het was gewoon meteen helemaal goed. En voor mensen die dan echt geen idee hebben wat ze moeten verwachten bij een harpist op een festival als Down the Rabbit Hole. Wat moeten ze, wat krijgen ze bij Remy van Kesteren? Ja, mijn muziek. Dus de muziek die ik zelf schrijf. En dat is inderdaad, ik ben klassiek geschoold, dus dat is mijn achtergrond. Ik heb vroeger getoerd als klassieke muzikant. En eigenlijk sinds een jaar of 6, 7 maak ik mijn eigen muziek. En ik gebruik daar ook synths bij, beats. En ja, dus het is best wel iets wat lastig te vergelijken is met andere dingen. En wat dus juist op festival, ja, dat krijg ik dan na afloop ook terug. Dat ze, ja, mensen hebben nog nooit zoiets gezien. En ja, je moet het eigenlijk ook gewoon zien en horen om te begrijpen wat het echt is. Nou, verwerk jij in je muziek, alleen al door het spelen van covers, ook wel heel veel invloeden vanuit de pop en de alternative, toch? Zeker. Ja, ik heb vandaag ook een covertje gedaan van Radiohead. Aangezien ja, Tom York natuurlijk en de zijne, of tenminste in ieder geval met Johnny Greenwood vanavond met de Smile op het podium staan. Dus dat was wel, vond ik wel toepasselijk en dat werd ook wel gewaardeerd door het publiek. Ja, ik vind het heel tof om eigenlijk verschillende stijlen te mengen en je merkt dat mensen bij de harp gewoon vaak niet zo goed weten wat ze moeten verwachten. Of ze denken toch die engeltjes met die blonde haren en ja, toch de watervallen en zo. Voor alle duidelijkheid, jij hebt op stage geen lendendoek en vleugeltjes. Nee, nee, je voelt ook die teleurstelling als ik het podium oploop. Maar, hij heeft kleren aan! Ja, maar nee, dus je hebt eigenlijk een soort, ja, en vervolgens, je kan gewoon met dat instrument alles wat je ook met de piano zou kunnen. En iedereen kent de piano uit alle genres in de muziek. Maar bij de piano is natuurlijk ook gewoon een snaarinstrument. Ja, eigenlijk zijn ze ontzettend met elkaar te vergelijken. Ik zou willen zeggen dat de harp nog meer mogelijkheden heeft. En als groot voordeel heeft dat het, ja, een soort nieuw kid on the block is. En ja, mensen eigenlijk altijd zeggen van, wow, ik wist niet dat de harp ook zo kon klinken. Nou, is het al eens eerder gebeurd. Dat was volgens mij de vorige Down the Rabbit Hole, 2019. Toen speelde De Staat en Editors sloot die dag af als headliner. En Tom Smith en de andere mannen van Editors die stonden zo te kijken. Van een zijhoekje naar De Staat dachten, wauw. En niet lang daarna werd voor een show in 2020 Editors en De Staat aangekondigd. Die werden toen gevraagd. Dat is helaas om alle redenen nooit doorgegaan. Ja. Hoe groot acht je de kans dat Tom York, Johnny Greenwood of iemand uit hun gelederen vanochtend, hun schema's, die zijn natuurlijk killing, hè? Die rijden dag en nacht door, die mensen komen vroeg aan. Het zou zomaar kunnen zijn dat er dan iemand toevallig toch in de Bossa Nova vanochtend stond en jou die Radiohead cover hoorde spelen. Mm. Is dat iets in het achterhoofd waar je dan rekening mee houdt? Nou, eerlijk gezegd is het wel mijn persoonlijke missie om, ik heb zelfs mijn manager gezegd om die track op te nemen. En ik ga echt alles aan doen om even Johnny, ja, in ieder geval Johnny Greenwood, of in ieder geval, ja, hopelijk Johnny Greenwood, of misschien Tom York tegen te komen en even te laten horen. Ja, die gasten kunnen natuurlijk niks fout doen. Alles is, vind ik, echt te gek. Alleen bij de, misschien zijn ze weer heel slecht in banden plakken, hè? Dat weet je niet. En ik vind hun harpgebruik, vind ik, ja, daar zie ik ruimte voor verbetering. Dus, dat formuleer je heel mooi. ik zie ruimte voor groei. Ja, precies, ja. Nee, dat zou natuurlijk te gek zijn. En ik maak me geen illusies, maar je weet nooit, het zou zomaar kunnen. Okay, wat kunnen we bedenken om die missie te laten slagen? Want dat zou natuurlijk te gek zijn. Ik bedoel, de ruimte tot groei, jij bent achterlijk goed op de harp. Je snapt heel veel soorten muziek. Je snapt Radiohead, want dat speel je. Maar je weet ook dat en Tom York en Johnny Greenwood ook ver buiten hun eigen normale idioom van de alternative rock muziek maken voor films, voor series. Ja. Ik zie heel veel mogelijkheden tot een match. Maar ja, hoe gaan we dat dan regelen? Ja, laat het onze gezamenlijke missie maken.
toch? Okay. Bedoel, ja, we gaan ze gewoon vangen. Ze zijn ergens vandaag. Dus, Heb je stickers, heb je shirts? Die kunnen we dan backstage laten slingeren. Ja, nou ja, laten we dat doen inderdaad. En wat kunnen we nog meer doen? Overal je 06-nummer opschrijven. Precies. En dat filmpje op zoveel mogelijk schermen. En gewoon, ja, ik weet het niet. Het moet lukken, toch? Als jij er ook voor gaat inzetten, dan gaat het ons lukken. Er zijn opnames van jouw Radiohead cover. Ja, toch? Die heb jij gemaakt, toch, Arjo? Ja, is mijn manager buiten beeld. Ja, ja, maar die heeft de beelden gemaakt. Dus de beelden zijn er. Dus als we die op social zetten en we taggen alles en iedereen van Radiohead wat los en vast zit. Lijkt me een goed begin. Lijkt me een goed begin. Gaan we ervoor? Ja, zeker. Zeker weten. Thanks, Ariel. Volgend jaar spreken we elkaar weer. On tour met Radiohead. Let's go. Dankjewel. Dankjewel.